Jeugd. En, uh, wat zijn ze toch stoer? Hè? Die jonge gasjes met hun opgevoerde Audi's en scootertjes. Binnen de, in de binnenstad volop scheurend. Ja. Voor veel steden is het helaas dagelijkse kost. In Alkmaar is het inmiddels ergernis nummer één voor veel inwoners. Zie je, ze komen toch vooral tot leven in de nacht. Dan wordt er ook nog wel eens wat bij verhandeld. Je kent het wel. Ondernemers en omwonenden die zijn het nu meer dan zat. Het plan waar ze mee komen, dat is dan wel weer heel gigoreus. Een verbod op al het verkeer in de binnenstad na 11 uur s avonds. Het probleem is vooral vanuit die hoek. Dat auto's die heel veel bombardie, heel veel lawaai, opgevoerd, met heel veel herrie, voorbij rijden. Ik ben bang dat het gedrag ook vandaan komt dat die mensen gewoon een gebrek aan aandacht hebben. Gewoon vol gas, lekker met boomboxen en herrie en uh, natuurlijk niet aan de kant gaan voor iemand die dan oversteekt. Dus dat is best wel heel link allemaal. Wij hebben zelf meerdere malen mensen aangesproken op hun rijgedrag. En uh, ja, je krijgt inderdaad de grote mond terug, uh, scheldwoorden, een uh, hele onvriendelijke reactie eigenlijk. Dus meer blauw op straat misschien, politie, handhaving die ook iets in, daarin kunnen betekenen. Kijk, dat heeft misschien meer impact dan wanneer ik als uh, jong persoon iemand daarop aanspreek. Het verbod wat we willen, gaat grotendeels het probleem oplossen. Omdat er dan heel veel mensen niet meer gebruik maken van de flaneerroutes in de binnenstad. Wat vinden jullie daarvan? Vanaf 11 uur dan helemaal geen verkeer meer. Dat gaat natuurlijk wel ver. ook. Ja, elektrische scooters. Ja, ja Ik uh, Die vinden ze vast wat minder tof, denk ja, ik. Ja, ik begrijp het wel. Overlast is heel vervelend. Dus ja. daar ja, zullen ze iets aan moeten doen. Erik, wat denk jij? Denk je, kijk, ik begrijp denk ik allemaal hoe vervelend dit is. Um, je, ik vind dan toch extra politie inzet. Hm. En nee, kijk, als verkeken. burgers, je kunt toch niet zo zwichten voor. Uh, overlastplegers. Dat je zegt van dan sluiten we die, die mooie stad. Ik, moet, ik, ik kijk even, want u heeft natuurlijk vroeger ook bij de politie ja. gepraat. Waarom, waarom verzucht u meteen nee? Nou, omdat voor, voor alle problemen in de samenleving die we niet kunnen oplossen, uh, zeggen we dat moet de politie doen. Het is geen duizend dingen doekje. Politie is een, een prachtig instrument om gericht in te zetten. En dit is echt iets wat we gewoon in de gemeente moeten oplossen. Oh. De, uh, dan vraag je dus dat burgers dit gaan doen. Nee, nee, in de gemeente. Hè. Dus dat zit inderdaad in de sfeer van, van plaatselijke verordeningen. Zorg dat je de verkeersstromen op zodanige manier managt... dat het geen overlast. is. Dat de politie oplevert. er niet en het, is het, meer, het is een het sociaal was. probleem en het is een, een infrastructuurprobleem en het is geen veiligheidsprobleem. Ja, maar dan is het alleen maar het verplaatsen van het probleem. Nee, het op en ik vind ja. ook wel dat burgers een, een rol hebben, hoor. Um, ik heb zelf wel eens, toen ik in een binnenstad woonde, iemand die. Gooide gewoon een blikje uit het open raam op straat. Ja. En dan kwam ik net langs, pak ik dat blikje open en zei: Meneer, u verliest iets. Ja, en toen? En dan, ja, mijn kinderen zeiden na de naderhand: We moeten toch voorzichtig mee zijn, pa, want je weet maar nooit. Ja, dat en, dat begrijp uh, ik ook. Ja, zwichten voor overlast. Aan de andere kant, ja. nou. jongelui maken. Ja. Nou.